We're observing the doctor's relationship with the patients, and also in operation rooms, we're observing how they're operating the patients for interesting cases. The most valuable thing I've learned here is the ability of standing on foot for many hours, and of course, the many different cases and operations. And minus patience, I never seen a tension in the operation room, which is like so interesting for me because doctors are under a lot of pressure, but they're just so calm and patient. Yeah, it's so valuable for me. Wel, voordat ik hier ben begonnen als neurochirurg in het Midlijm ziekenhuis, heb ik een jaartje na mijn studies nog gewerkt als fellow neurovasculaire neurochirurgie in Istanbul, verbonden aan de Bahçeşehir Universiteit. En vandaar ben ik in contact gekomen met een student geneeskunde die graag stage hier wilde doen. Dus vorig jaar is er één student naar hier gekomen voor een maand stage op neurochirurgie. En dat is langs beide kanten heel goed verlopen. Vandaar dat de vraag is gekomen om jaarlijks tijdens de zomervakanties meer studenten naar hier te halen voor een kijkstage om een buitenlandse ervaring te doen. Voorlopig bieden we stages aan op neurochirurgie, plastische heelkunde, maxillofaciale en algemene heelkunde in het Midlijm ziekenhuis. Als je opleiding geeft, dan moet je zorgen dat je up-to-date blijft. Het feit dat assistenten er zijn en dat er een stagiair zijn, van waar ook ter wereld, dat maakt dat de kwaliteit van je dienst vooruit gaat. Ik denk dat dat een heel belangrijk issue is. En ik raad iedereen aan om opleiding te geven.